Petrus, niet voor engeltjes. Een vliegende start van de thuisploeg, maar daar een moeilijk tweede en derde kwartier. Toch met een voorsprong de rust ingegaan. En dan die 3-1 voorsprong, dan leek de match onder controle, maar het draaide anders uit. Graag uw analyse van de wedstrijd. Ja, ik vind dat we goed begonnen waren. We maken een prachtig doelpunt. En dan kwam Standaard in de match. Met een goede balcirculatie, weliswaar zonder veel kansen, maar ze waren stevig in het duel. Wij werden wat afgetroefd, vooral in de middenveld, vond ik Van Keur. Ja, er zat te veel ruimte in het middenveld en Karel zonder grote kansen konden we overeind blijven. Maar hun doelpunt was verdiend. Maar we kunnen nog terugslaan voor de rust en dat gaf ons toch wel een goed gevoel. En we hebben die opmerkingen gegeven aan de rust, dat we toch wat compacter moesten spelen, dat we toch wat meer in het duel moesten gaan. Ik vond dat zij daar te veel als winnaar uitkwamen in de eerste helft. En dat we toch wat meer moesten voetballen. We konden in momenten onvoldoende de bal in de ploeg houden en dan komt er geen rust in het team. Maar we zijn heel goed gestart. Het vierde kwartier was goed. We scoren een doelpunt en dan heb je greep op het gebeuren. Ik vond ook op dat moment het spel beter. Maar dan zijn er twee momenten en we hebben daar nauwelijks tijd voor gehad om daarvan te herstellen. Het eerste moment was het doelpunt van Mpoku. Een verrassende trap waar een beetje gelijk zeg maar, aan het eerste doelpunt dat zij maken. Een afstandsschot, geen druk op de bal en dit zou niet mogen gebeuren. Zeker omdat we toch al verwittigd waren van Van Keur. Ja, en dan heel kort op elkaar, doelpunt 3 en 4, waar ik vanuit die situatie waar ik stond alleen verrast was. Ik ken mijn defensie, ik weet hoe we in duel gaan. En we hadden alle greep op het gebeuren op dat moment. En ja, daar staat twee keer bij manier van spreken iemand alleen. En als ik dan later hoor hoe dat het gebeurd is, dan is het sneu. Ik wil daar niet veel commentaar over geven extern. Ik wil niet gestraft worden voor een fout van iemand anders. Maar dit heeft ons... dit heeft onze adem afgesneden. En, het zijn leermomenten. Het is deze week ook gebeurd in de Champions League. Dus het kan gebeuren. Dit is inherent aan het voetbal. Ik wil, ik wil mijn lessen trekken over mijn team. En we hadden niet meer op dat moment de kracht om... Standaard kreeg vleugels. Standaard stond... Ja, kregen we langer hoe meer ruimte. Kregen we langer hoe meer vertrouwen. En ja, als je dan 3-1 voor staat en zij komen 3-4 voor. Dan is dat een klap. En... we moeten nu zien dat we die te boven komen. Ja. Uitslag is dan toch een anticlimax na die 3-1 voorsprong. Hoe hard is die mokerslag? Hoe hard? Extern zijn we natuurlijk een beetje naar voren geschoven als een kandidaat. Ik begrijp dat wel. Maar, en het gaf ook een goed gevoel aan de spelers. Vooral omdat we goede matchen speelden hebben op Racing Henk. Maar als coach weet je wel dat zo'n momenten in de playoffs kunnen gebeuren. En ik vind dat we nu, dat is een wedstrijd dat we moeten goed analyseren. Maar dat we goed, het zijn ook positieve momenten geweest aan die match. En ik denk dat we die moeten meenemen naar de volgende week. Want ik denk dat we niet kunnen lang stilstaan bij dit gebeuren, bij deze slag. Want we moeten donderdag naar Club Brugge en we hebben zondag Anderlecht. Dus we moeten competitief blijven en niet te veel nu extern gaan uiten hoe dat het komt dat we dit tegenkomen. Nee, we moeten de krachten bundelen. En proberen weer competitief te zijn. Volgende week wachten onze twee hele moeilijke matchen.